En Kevin, ja, die was goed. Die vliegt daar echt zo over. Goedemorgen mensen. Als je had verwacht dat ik er vandaag fatsoenlijk ging uitzien, dan is het wel serieus mis na deze nacht. Ik heb mijn video bewerkt tot en met 7 uur, ja, pak 6, 7 uur 's morgens ertussenin ergens. En ik ben dan gaan slapen en ik was om 9 uur terug wakker. Dus ik heb letterlijk 2 uur geslapen deze nacht. En nu ga ik een hele dag naar Vossenmeer, ik kan dat niet missen. Beter iets doen dan een hele dag thuis te zitten, dus ja. Jullie maar, ik moet een uur en 3 kwartier rijden. Dat is echt fucking lang. Fucking hell. Ik kan echt muziek poppen en gewoon gaan. Waarschijnlijk zie je gewoon mij daar pas. Ze zei dat onderweg iets geweldigs gebeurt. Maar dat zal wel niet. Oh, dat is zo lang, een uur en 3 kwartier. Dat is bekend 2 uur, maar het kan daar niet mee. Oké, I'm gonna drive some. Weet je, op vlak van mijn camera hier ergens neer te plaatsen om tijdens het rijden te kunnen filmen. Ja, daar mis ik die Volvo echt wel voor. Je kon dat hier gewoon neerplaceren en dat was echt nice. Hier kun je dat nergens doen. Als ik dat hier op zit, dan zie ik niet waar ik rij om te beginnen. En ook gewoon, die micro komt dan tot hier. Als ik hem daar zet misschien. Ja, dat is riskantse maat, je glijdt daar gewoon af. Ik denk dat dan ook de beste angle is dat we kunnen vinden. Maar dat is zo scheef, hè? Ik kan er weer niet mee. Oh, dat gaat vallen, hè? Ik voel het. Dat is scheef die langs alle kanten, ik kan er niet mee. Maar mijn reflex is wel redelijk snel. Dus als hem eraf valt, is dat up. En ik heb hem. Maar ik ben echt kapot. Ik ben echt moe. Het is niet de eerste keer dat ik zo weinig slaap. Laten we zeggen dat dat elke nacht gebeurt. Maar ja, dat moet. Goh, ik ben gearriveerd. Ik had gevraagd aan hun om even naar de parking te komen, maar ze hadden geen goesting. Dus ja, dan zal ik maar even naar daar wandelen, zeker. Oh, ik heb niks aan de tas bij. Ik zit hier met allemaal rommel in mijn handen. Ik heb al rommel zo in mijn broek gepropt en zo. Ik kan daar niet missen. Ik moet Dome volgen of zoiets. Ik ben hier al geweest meteen, maar dat is al zo lang geleden. Ik ga niet meer weten hoe dat juist is eigenlijk. Of waar dat juist is. Ik ben ook 100% verkeerd aan het wandelen. Ik kan weer niet met mijn eigen zorg. En oh, dat begint hier nog te regenen ook aan geld. Mijn broer zei Dome volgen, maar er is een Market Dome en een Aquadome. Maar die Aquadome is Centerpark zelf voor te zwemmen. En ik moet dat ding op water hebben, snap je? Hier is water. We rijden ons tegen fucking springkasteel. Oh, ik ben al moe, ik kan daar niet mee. Ergens heb ik wel spijt dat ik niet mijn eigen ping is gegeven om mee te doen. Gewoon voor de vlog was dat grappig geweest. Maar ja, mijn GoPro ligt hier nog ergens op de bodem. Die neem ik nog altijd niet terug, uiteraard. Ik kan gewoon een Dome volgen. Hier staat Dome. Aquadome. Zal dat wel zijn. Dus die ligt ergens op de bodem nog altijd. Ik heb die nog altijd niet terug. En ja, dat is vrij lastig. En ik ga niet met mijn camera daar filmen, want dat is zo... Ja, snap je, dat is water. Met mijn gsm kan ik wel filmen onder het water. Yeah, it's gonna fall like the fucking GoPro, en dan zijn die ook kwijt. Hè. Dude, ik heb het gevonden. Daar op het water is dat mottig ding. Oh, ik kan er niet mee. Gast, dan kom ik, kon dat springkasteel en zin niet. Nee, die zitten helemaal in die Dome ging erachter. Ik kan dat niet missen. Bel ze ook, zeg, voorzitter, zullen ja, we zijn niet onteten in die Market Dome. Ik zeg, ja, ze zijn er juist voorbij gewandeld. Ik ga weer 5 kilometer stappen. Ik ben echt aan het consideren voor een golfkerk en afturen, hè, gast. Maar ik me zo chill. Zo 65 euro voor een uur is een beetje te veel. Kerel, ik vind dat je echt langs geen kanten. Hè. Die zeggen een Dome, ik kom hier aan een Dome. Ik zeg, moet ik er binnen gaan? Nee, je moet er voorbij wandelen. Alsjeblieft, er is er niks. Want als ik daar kom, komt er een bordje dat een Dome hier is. Alsjeblieft. Alex en aangekomen hier. We hebben hier vandaag Stefieke. Die gaat verdrinken. Mijn broer gaat ook verdrinken. De Bert die gaat ook verdrinken. Angela gaat ook verdrinken. En Dulce. Maar sorry. Oh my. Ja, sorry man. Ze zetten al die namen door elkaar, maar we gaan eerst even iets eten, zodat ze zeker overgeven wanneer ze erop zitten. Steffi is gaan pissen, ik ben juist gaan pissen. En het is keihard aan het regenen buiten, dus de kans dat ze... Ja, pas op, we gaan eerst zien of we binnen kunnen zwemmen, maar waarschijnlijk niet met dat helemaal vol zit gaat zijn. Dan gaan ze wel op die buitendinges. En anders, als we binnen gaan, ga ik ook mee zwemmen. Maar ja, dan moet ik eerst nog een bikini kopen hier en zo. Maar Angela had online gecheckt en blijkbaar kon de pas vanaf 8:30 deze avond. Het is zo 3 uur of zo, dus ja. Drie pist? Ja, ik heb oké, let's go. Ja, gelijk dat ik dus weg, is het pas om 8 uur s'avonds dat we er zouden kunnen gaan zwemmen. Dus wat, ja, ze gaan nu toch op dat waterpark dan. In de regen. En ik kon er ergens op een bankje buiten zitten in de regen. Oh, it's gonna be so much fun. Yeah, I love my life. Die pet is echt fucking ranzig. Ik heb die een tijd op moeten aandoen en hij heeft 5 uur geduurd. En dat is zo vettig plakkerig gevoel. Oh, oh, dat is vies. Ah, jawel, film. Ja, ik ben aan het filmen. Nee. Dat kon ik iedereen besparen, nee. Deze beeld. Ik ben nog niet maar half iemand. Wij zijn niet klaar, sorry.
Steffi heeft het ergste moment in haar leven meegemaakt. Dat pakje zegt een hel, ik zweer het. Ja, yeah, het leven. Dat is eigenlijk niet meedoen. Als er iets zeer. Hey, hoe heb ik al die schoentjes gekregen? Ik heb die gekocht. Hier? Nee. Ah. Oh, handig. Ziet dat weer voor dat die in moet, daar ken ik niet mis. Zo'n dievereski. Ik kon ergens onder een parasol zitten en je ziet maar niet meer. Oké, okay, zo'n zijn er momenteel, die gaan er direct op. En ik sta hier aan de kant, maar... ja, maar het is zo dat ik zo niet heel dichtbij die hun gezichten gaan hebben en zo. Snap je? Ik kon wel kunnen zien wat die doen, maar ik kon daar voor de rest niet echt fatsoenlijk kunnen filmen. Spijtig genoeg. Maar deze bank is niet droog, omdat die parasol nog maar juist is opengegaan. En die mensen dat daar zitten, gaan er subiet op, dus dan ga ik daar even zitten. Maar dat is dus het park hier, hè. Je zult het wel kennen. Remember, remember. Vorige keer hadden we echt grave GoPro-beelden. Weet je dat nog? Dat was zo met die, nee, die drone was zo naar boven gegaan en dat was echt graaf. Maar ja, die hebben we vandaag niet bij, spijtig genoeg. Zo'n banaan, dat is ook wel super tof. Zo'n bananenboot. We hebben dat vroeger eens in Zwitserland gedaan, dat was wel plezant. Hier is dat iets minder met dat weer natuurlijk, maar ja. Ik heb een vriendje, er is een eendje. En je ziet het niet gewoon. Daar. Wow, klein eentje in het water. Ja, als ik dat daar ga, dan val ik erin, dus dat kan ik even niet maken. Oh, ze is al terug weg, ik kan dat niet meer. Oké, het gaat beginnen, denk ik. Oh, die zijn helemaal van achter, zo. Ik hoor al iemand vallen op het begin. Dat zal Dossie wel zijn. Oh, die ligt in dat water, mijn broer. Ik kan niet. Die is in dat water gevallen. Ik kan daar niet meer. Mijn broer is voor de tweede keer in dat water gevallen. Die is letterlijk 10 seconden op dat ding. Ik kan niet. Mijn broer is echt al 5 keer in het water gevallen. Wat een loser. Nee, nee. Hier is hem zo. Hier is hem ontklimmen. Dat kan ik niet meer. Oh, zie die de rangen. Echt waar. Oh, die gaat erin. Dan Bert doet een poging voor erover te komen. Oh, die hebben daar echt zwaar onderschat, jongen. 6 keer mijn broer al. Heb 7 keer? Ja, helemaal. Ja, ik kan. Oh ja, en Kevin. Je verliefd daar echt zo over. Hey Bert! Onderschat, hè? Ja, dacht het al. Ja, ik weet het, jongen. Jij bent al 7 keer in het water gevallen, hè? 7 keer al. Ja. Ja, ja, dat is expres, dat zal wel. Oh, de loser. Een Bert kon niet beter zijn. Daar ken ik echt niet mee, jongen. Wie heeft weer in dat water? Jongens, ik kan niet met die gast, sorry. De Bert ook. Daar kan ik echt niet mee, jongen, met die gast. Ik had tegen mijn broer gezegd dat ik de zon ging manifesteren. Die lucht is gewoon echt blauw ineens. En it's true, hè? It's not a joke. Hè? Ik heb even een cola gepakt en voel mijn eigen wat slapjes. Ik heb het even gehad hoor, dus ik kom mijn eigen even zitten. Ik ben op mijn gsm tokkelen. Dat is plezant voor een keer te doen, maar letterlijk een keer. Dan is het echt wel gehad. Dat is echt heel vermoeiend. Hè? Dat is echt... Die houden dat ook geen 2 uur vol. Zo. Ik denk dat die hier binnen een half uur al terug zijn. Dat is echt sporten. Hè? Dat is echt very, very, very heavy. Oké, okay, de mensen in de live willen in de vlog. So let's go. Allemaal hey, 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 hey. Ik ga even tellen de mensen, nog 20 seconden. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Die hebben al gedaan. Dat was blijkbaar maar een uur. Alle chance, want ik was hier wel een beetje beu. Ze zijn kapot. Ze zijn helemaal dood. Maar het was wel plezant, denk ik. Nu zijn ze hun eigen omkleden. En... Maar de planning eigenlijk, dan is dat weet ik niet goed. Waarschijnlijk maar raar zeker of zo. I don't know. Och, weer 2 uur rijden, live. Nou, het is wel goed geweest. Zonder weg naar Roos. Abo. Het was, ja, ik heb niet veel gedaan natuurlijk, maar voor hun was het wel plezant.
redelijk vermoeiend wel, maar ja. Maar wat een lange scheidrit was dat, zeg, daar ken ik niet meer. Daar ik bekend thuis ben. Amai, dat is even een zeteltje, Netflix en gaan. Met gaan bedoel ik gewoon in slaap vallen. Ik vroeg trouwens er juist op Instagram aan mijn kijkers. Wat dan nu eigenlijk de perfecte verwoording of het alternatief van ik kan er niet mee is. Want soms ga ik naar mensen toe en dan zeg ik zo, want ja, dat komt eruit voor ik het weet van mij. En dat komt er veel uit tegenwoordig. In elke zin komt er wel een kan er niet mee bij. Ik kan er niet mee. Zie? Dat ken ik niet meer. What the fuck? Ik heb dat gewoon niet meer onder controle, gast. In ieder geval. En dan zeg je dat zo. En dan zeggen sommige mensen van, sorry, wat? En dan zeg ik van, ja, ik kan er niet mee. En wat is dat? Ik zeg, ja, gewoon dat ik ergens niet meer kan, hè. En wat is dat? Ik kan er niet mee. Ik zeg, ja, ik weet het niet meer. Snap je? Er is zo geen perfect alternatief. Voor mij heeft dat echt een betekenis, ik kan er niet mee. Dus voor mij is dat echt gewoon, ik kan er niet mee. Dat is gewoon, meer moet dat toch niet zijn. Dus ik heb dat op Instagram gevraagd en iemand antwoordde, ik kan er niet mee om. En dat is volgens mij hetgene wat het dichtstbijzijnde is bij ik ken er niet mee. Zo van ergens niet mee kunnen, hè, maat. Allee, ja. Dat is toch niet moeilijk uit te leggen. Allee, ja, of ook wel, maar dat is toch niet moeilijk te snappen. Zo van, ik ken gewoon ergens niet mee. Dat kan op alles zijn. Want iemand zei ook van, als vertaling van ik ga stuk, van ik ga kapot. Maar nee, dat is niet waar. Want ik ken er niet mee kan ook negatief zijn. Als er iemand sterft bijvoorbeeld, of iemand is onder een bus gestapt of zo. Dan kan ik ook zeggen van, god, dat ken ik niet meer, snap je? Dus het is niet altijd grappig bedoeld. Dus ja, ik denk dat hetgeen wat meestal in de buurt komt, is gewoon, ik kan er niet mee om. Ik kan er niet mee om, ik kan daar niet mee leven of zo. Ik denk dat ik kan er niet mee om, is hetgeen wat het meestal in de buurt komt. Dus ja. Ja, maar het is echt erover aan het gaan. Ik heb het echt niet meer onder controle, die zin. Ik merk soms echt dat je dat op 2 minuten tijd 20 keer zegt. Wauw, daar kan ik niet mee. Ja, ik ben de vlog vergeten af te sluiten gisteren. Oh my god, ik ken er niet mee. Als je het leuk vond, vergeet dan zeker te abonneren door na de video op het cirkeltje te klikken. Ook het belletje ernaast, zodat je altijd een melding krijgt wanneer ik nieuwe vlog of video plaats. En dan hoop ik jullie weer terug te zien om 5 uur bij een gloednieuwe vlog of video. Doei!